Een hele goede morgen. Ik zit in de Thalys en waarschijnlijk hoor je zoveel dingen door dit beeld heen. Want we zijn met een hele grote groep mensen in de Thalys. Ik ben hier onder andere met Christina. Oh, sorry. Morgen. Het is echt extreem vroeg. Het is bijna 7:30. Nu is het niet meer vroeg. Nee, maar zeg maar... Opstaan was heel vroeg. Maar we gaan onderweg naar... We zijn onderweg naar Parijs. En er is een persoon die heel graag in beeld wil. Yay! Wie ben jij? Ik ben hier met Christina. Oh, nou, thanks. Alleen ik ga mee, hè? Alleen ik ga mee. Nee, oké. Ik ben hier met Christina. Hallo. The girl van Endless Weekend. The girl. Rebecca natuurlijk. Yes. En daarachter zijn we verlaten. Ja, daarachter van niemand wel naast Rebecca. Nee. Want ik best wel snap. Op het station ook. Er gingen twee mensen naast me zitten en alle twee mensen gingen weer weg. Dus ik zat echt heel... Lonely. Ja, nou, ik was heel van, ben ik dan echt... Okay, nee, maar daar waar je al die L'Oreal dingetjes ziet. Ik ben dat ik ook heb daar gewoond, volgens mij. Zit ook nog mensen. Hey, je mag je telefoon niet in de les hebben. We zitten in een klaslokaal. Het lijkt alsof we op school zitten. Niet afkijken! Nee. Jij komt naast me zitten. Afkijken! Mijn boekje hoor. Mijn boekje, niet voor jou. Ja, maar we hebben schriftjes gekregen. Watertje. Een bonnetje van Winkel. We zijn nu op het L'Oreal hoofdkantoor en als het goed is krijgen we zo'n presentatie. Iedereen is letterlijk aan het vloggen. Dus ik kreeg ook even de drang om het moment vast te leggen. Moving back, with this preference commercial, L'Oreal conveys the image of a brand which embodies self-esteem and advocates strong and independent women. Now here's the full ad. You can now watch it with a fresh eye. I use the most expensive hair color in the world, Preference by L'Oreal. It's not that I care about money, it's that I care about my hair. It's not just the color, I expect great color. What's worth more to me is the way my hair feels. Smooth and silky, but with body. It feels good against my neck. Actually, I don't mind spending more for L'Oreal, because I'm worth it. Eindelijk mochten we ons hotelkamer in en tot mijn verbazing mag ik een hotelkamer delen. Wie is mijn roommate voor vanavond? Hallo! Kennen jullie dit gezicht? Ik hoop het wel, anders heb je een film in steen gelegen. Ja. Ja. Wij zijn roommates vanavond en het wordt heel leuk, denk ik. Hoop ik. Want morgenochtend moet ik wel om 7 uur ontbijten. Ik ben een ochtendmens, dus ik trek wel uit bed. Meestal grijnig vanochtend? Nee, dat niet per se. Ik ben niet per se chagrijnig, maar ik ben wel heel stil. Ik moet wel gewoon even mijn... Wakker worden. Ja, mijn space hebben. Dan zijn we echt precies de tegenovergestelde. Maar ik wil wel echt om 7 uur er zijn, want dan kunnen we uitgebreid ontbijt eten. Yes. Nou, ik ga even een toertje doen van de kamer. En dan ga ik even rusten, want man, wat hebben we een productieve dag gehad. Maar oké, de kamer. Dit is de entree, onze koffers. We hebben echt niet dezelfde koffersoort. Nee, totaal niet. Cute. Dit is een hoekje, super schattig. Een spiegel, altijd chill. En dan het slaapgedeelte. Hoe ga ik dit op mijn mooiste laten zien? Dit. Heeft wel wat. En L'Oreal heeft allemaal goodies neergelegd. Dit. En dit. En dit is het uitzicht. Heel mooi Parijs. En dan lopen we hier door naar het badkamergedeelte. Met nog een spiegel. Dus we hebben hier een wastafel. En dit geeft me echt zo'n sport vibe. Van als je hebt gegrimpt of zo dat je gaat douchen. We hebben hier de douche. Heel interessant ook om te zien. Maar hey... Hoort er wel bij. En de wc.
En dat was de tour en nu gaan we chillen. Het wordt tijd om naar ons etentje te gaan. Ik ben hier met iemand van L'Oréal. Ik klinkt zo fancy. Maar je bent een stagiair. Maar wie ben jij? Hi, ik ben Emina en ik werk bij L'Oréal. Ja, yeah, yes. En we lopen dus nu naar, of ja, we gaan naar de bus en dan gaan we naar... Eten in een super Frans restaurant. Oh, Dan ook opeens Frans gaan praten. Oui, oui, madame. Meer dan dat kan ik ook niet. Nou, vroeger was ik wel heel goed in Frans. Maar oké, dat doet er niet toe. Maar we zien er allemaal heel leuk uit. Ik heel simpel met mijn sneakers, want hey, ik kan niet op hakken lopen. Dus, maar ik vind het gewoon chill, maar iedereen loopt daar. Alle influencers, hi. Wie is dat? Hier ben ik weer. Hoi. Hey. Ik zet net de camera aan en dan kom jij dezelfde bij. De hele tijd. Altijd. Wij zijn aangekomen in het restaurant. Het heet Bouillon. Bouillon. We gaan bouillon blokjes voor de soep. En het is zo blauw. Het ziet er zo cute uit. Onze placement laat zien. Dit is een placement. Super cute. Jongens, ik heb ice besteld en dit is een sharing fles. Maar kijk hoe groot het is. Dat is een persoon en op een hand. Een hele goede morgen. Het is alweer de volgende dag. Om precies te zijn is het 7:15. En mijn kamergenoot is niet echt een ochtendmens. Ze zit naast me. Maar we gaan straks naar het ontbijt. En wat staat er voor de rest op de planning? Een workshop, make-up en haar workshop. En dan hebben we een content challenge. Dan worden we ergens in Parijs gedropt. En dan moeten we in groepjes foto's maken. Dit is mijn outfit. Ik heb een jurkje aan. Het wordt echt zo ontzettend warm vandaag. Dus ja, ik zweet hem nu al. Op de bus te wachten en ik merk echt dat iedereen een beetje moeite heeft met deze ochtend. We zijn aangekomen op de locatie waar we straks onze workshop krijgen, maar volgens mij gaan we hier ook eten, want de tafel is gedekt en het ziet er zo ontzettend cute uit. Lekker verdwalen door Parijs om leuke fotootjes te maken. Ik ben benieuwd. Het is heerlijk weer. Ik ben benieuwd wat we op de foto gaan zetten. De behind the scenes, jongens. Opeens waait het, maar ik hoop dat ik te horen ben. Iedereen is tegelijkertijd aan het vloggen. Je ziet daar de weg aan vloggen. Daar zitten mensen vloggen. Maar wij lopen richting de Eiffeltoren. Heerlijk cliché. Maar het is wel heel erg leuk. Echt, de laatste keer dat ik in Parijs was, dus hier in deze buurt, was echt heel lang geleden toen ik in de eerste klas van de middelbare school zat. Dus ik kan even niet zo uitrekenen wanneer dat precies was. Weer lekker die wind. Ik ben zo blij. Ik heb al gelijk een hele leuke foto bij de Eiffeltoren. Ik maak nu de foto's met mijn camera. Normaal gesproken maak ik mijn foto's met mijn telefoon. Maar het is zo zonnig op dit moment dat ik anders vet veel tegenlicht heb. Maar ik heb één foto. Daar ben ik al blij mee. Ik ben echt niet echt. Ik ben niet zo perfectionistisch dat het gaat, maar ik ben heel veel tevreden. We hebben een straat gevonden waar we de Eiffeltoren heel mooi in kunnen zien. Lekker. En we hebben nog meer eten. Dit is zo insane. Het is inmiddels alweer de volgende dag. En gisteren, onze treinreis naar huis was echt dramatisch. Als eerste stonden wij heel erg lang in de file. En file in Parijs is niet zo fijn. En toen had onze trein ook nog flinke vertraging. Dus we waren pittig laat weer terug in Amsterdam. Maar hey, het leven gaat weer verder. Voordat ik deze hele leuke travel vlog ga afsluiten, wil ik nog laten zien hoeveel goodies ik van L'Oréal heb gekregen. Het is pittig wat, ja. Dit zijn alle goodies.
Ja, we hebben hier een t-shirt, een toilettas. Ik ga het niet heel netjes laten zien, want dat wordt ook dan weer too much. Maar hier zie je een overview van al het leuks dat ik van hun heb gekregen. Evenementen, perstrips, noem het maar op. Zulke dingen vind ik echt super leuk om mee te maken. En natuurlijk ben ik ook heel erg dankbaar dat L'Oréal mij heeft uitgenodigd om mee te gaan. Ik heb heel erg genoten. Laat me vooral ook weten of jij een keer naar Parijs bent geweest en wat jouw favoriete plekken daar zijn. Ik wil er zeker nog een keer terugkomen. Ik ga sowieso later deze maand naar Disneyland Parijs, dus daar komt zeker ook een vlog van. Ja, dan wil ik jullie bedanken voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doei!